Hallo, mijn naam is Davy, 35 jaar en afkomstig uit Kortesem. Ik studeer de richting verslaving en ervaringsdeskundige in de verslavingszorg. Alcoholverslaving over de eerste 10 jaar lang mijn leven. Door de vooroordelen in onze maatschappij moest ik een grote drempelvrees overwinnen, net als bij mijn coming out. Samen strijden voor een wereld zonder vooroordelen. Want wat er in het verleden nog is verdwenen, het beste moet nog altijd komen. Professeur de couture et technicien en habillement. Je parle trois langues, français, anglais couramment, un peu de japonais, et ik studeer ook Nederlands. Met mijn derde naam zouden we willen focussen op de opvoeding en de acceptatie van de LGBT. Kinderen binnen de familie en het gehoord. Car aucun enfant ne devrait négocier l'amour de ses parents. En kinderen en kusken. Kinskan. Hallo, mijn naam is Andreas. Ik ben 25, kom uit het Oost-Vlaamse Nazareth en volg een master internationale handel in Frankrijk. Ik voel me niet anders behandeld vanwege mijn geaardheid of mijn hokje geduwd. Door mijn persoonlijke ervaring en mijn studies weet ik dat LGBT'ers door stigma's en wetgevingen echter nog te vaak geremd worden. Zelfs binnen Europa. Zorgen dat clichés en politiek opportunisme binnen België marginaal blijven, kan deze trend stoppen. Laten we daarom trots zijn op nieuwe zin, waar we op gaan. Hey, mijn naam is Nick, 21 jaar oud en afkomstig uit de Oost-Vlaamse regio. Ik ben werkzaam bij Fabrizof als polyvalentverzorgende. Door mijn job in de zorgsector heb ik een grote kinderwens, maar er is nog veel werk aan het adoptiebeleid hier in België. Het wordt tijd dat ouders in het begin op een correcte manier te ondersteunen bij dit proces en zo te zorgen voor de zekerheid. Een kind voor iedereen, dan staan ze niet alleen.